Leuk dat je allemaal weer kijkt. Wij zitten vandaag in de Duitse Heuvels en wij oogsten vandaag suikermais. Mijn naam is Victor, achter de camera, Niels. Deze machine is in de Verenigde Staten gebouwd. Ja. Niet zo duur. Pixel. Pixel. Ja. Dat was de naam van de fabrikant. Ja. Als je hier een andere bek voor hangt, kun je er ook mee boter plukken of van alles kunnen daarmee. Het is gewoon heel simpel. Het is gewoon één opvoerband naar achter naar de bunker. En dan hangt de afzuiger boven en dat is het. De rest van die maisplant die bakselt die zeg maar weer. Ja. Ja, die trekt hier door die axiaal naar beneden. Had je er ook zo'n PVC buisje voor opgemaakt? Waar is dat precies van? Als je hierin niet zit zeg maar, dan blijft die plant terecht hoor. Niks naar de machine toe ook wel. Okay. En nu knikken ze altijd van de machine af en dan trek je ze er mooi naar doorheen. Ja. Draai meteen om, dan zijn die opvoerbanden even uit, anders moet je de golf er overheen. Ja, precies. Als je knikt, dan knikt die bunker met de andere kant op. Ja. Zeg het die golf naast die naast de bunker. Ja. Nou, die bunker die kan ik hier ook met een bandje afvullen. Bandje langzaam laten draaien. Dan op basis van het voorin zeg maar. Dan hebben we alle mooie rondvol. Je kunt hem ook de hak zetten, dan kun je ramen. Dat is een mooi schotje achter op de bunker. Die klappen ze met transport altijd in. Ja. Maar als je nou opstaat en je vergeet hem, dan liggen ze er ook achter. Van een jaar zonder een goede 200 hectare dacht ik. Als het draait werken ze 5 auto's op de dag. 10 hectare per dag werken ze, dat is 20 dagen. Normaal gesproken zou je 4 weken, maar er valt nog eens een keer een gat tussen. Ik denk al met alles met 5 weken aan het plukken zijn dan is het eraf. Ook op een hele kleine ruggenzaait. Okay. Je voelt er nu al, nu gaat die machine gaat scheef lopen, zo zeg maar. Zodat de achterkant dan gaat van de rug aflopen. Ja. Vond je het ook een hartstikke leuke video en vind je suikermais net zo lekker als wij? Geef hem even een dikke duim en een reactie hier. Abonneren op ons YouTube kanaal aritrader.tv en vooral niet onze Facebookpagina aritrader te liken. Ik zeg hem, tot volgende week. Heb je er al van gegeten Niels of niet? Ja, ik wel. Ik heb een half op. Je hebt een half op, ik zie het man. Ontbijt hè? Ontbijt, het is ontbijt. Zo. Lekker spul joh. Ga ik een beetje boter op doen ofzo? Af en toe wel spannend is zo in die Duitse heuvels met zo'n even op een rookapparaat. Ja. Vooral in het donker als je de percelen moet zoeken. Als je niet weet hoe ze liggen.